Dit is Elevator 010, een programma van Rotterdamse jongeren voor jou. Mogelijk gemaakt door het Jeugdcultuurfonds Rotterdam. We zijn nu hier op de Hofdijk. Net zoals in heel het centrum van Rotterdam heeft hier ook het bombardement plaatsgevonden. Nu ga ik met mijn buurvrouw Connie, studenten van het Grafisch Lyceum, zijn bezig met een game. Ga ik haar een paar vragen stellen over de wederopbouw van Rotterdam. Oké, dit is Noordereiland toch? Dit is nog steeds het Noordereiland. Ja. En bijvoorbeeld hier zit de vraag. Wanneer werd de capitulatie ondertekend? Nou, dat zou een dag daarna moeten. Ja, dat was 15 mei dan. Nou, wij hebben als stagiaires de opdracht gekregen van het gemeentearchief om samen een game te maken dat het bombardement van Rotterdam weer een beetje in de herdenking zou brengen. Nou, heel veel kinderen, sowieso de nieuwe generatie, die weet daar niet veel meer van. En dat willen we graag weer naar voren brengen. Wat we willen is eigenlijk dat je door de stad heen kunt lopen en op de punten waar de i's voorkomen kunt klikken. En dat je daar filmpjes kunt bekijken die er nog zijn gemaakt na het bombardement. Wij willen zoveel mogelijk juist niet de geweld laten zien, maar juist een beetje de aftermath ervan. Dus wat is er gebeurd? Ja, heel veel verwoesting, maar ook van dat het iets is dat gewoon niet meer mag gebeuren. En duidelijk maken van dat heel veel mensen dat gewoon heel moeilijk hadden na wat er allemaal is gebeurd. Recent materiaal gekregen waarbij het geluid van de ontploffende bommen te horen is. Dat soort zaken willen we ook gewoon in de game opnemen, zodat je ook echt een beleving krijgt hoe het in die tijd geweest is. Dus het knetteren van het vuur, maar ook gewoon echt beeldmateriaal. Verhalen van mensen die in hun dagboeken daar verhalen over neergeschreven hebben, willen we in audio daarin laten terugkomen. En nou ja, al dat soort dingen willen we proberen om erin te zetten, zodat je zoveel mogelijk informatie krijgt. Voor gamist kan je er ook iets mee winnen? Of? Nou, wat je er letterlijk mee wint is informatie. En door een aantal informatiepunten in de game zeg maar op te pakken, krijg je dingetjes te horen van wie heeft dit gedaan, wat was er gebeurd, wanneer was het gebeurd, na 14 mei, etc. Op basis van hoe goed je dus je informatie hebt verzameld en hoe goed de vragen zijn beantwoord, daar zal je dan een totaalscore op hebben. De bedoeling is dat het eind van dit jaar klaar is. Want in 2015, 14 mei 2015, komt er een grote herdenking. Omdat het 70 jaar geleden is dat het bombardement, 75 jaar geleden is, dat het bombardement heeft plaatsgevonden. En dan komt er een grote internationale tentoonstelling. En daar willen we dat deze game ook een onderdeel van uitmaakt. Wat voor cursus geeft u hier binnen? Ik geef de DJ-lessen. Ik leer ze om nummers aan elkaar te plakken. Dat is wat DJ's op feestjes doen eigenlijk. En dan leren ze vooral nummers in hetzelfde tempo zitten, zodat mensen door kunnen dansen. En ze oefenen ook veel scratchen. En dat is met je plaat heen en weer halen en daar zelf een ritme mee maken. Waarom doe je het? Als hobby. En ik wil ook voor een beetje kleine discotheekjes en een beetje in de dans zien een beetje draaien voor dansbattles. Waarom is hip-hop zo populair? Met DJ was het zo dat het eigenlijk altijd heel duur was om die spullen te kopen. En nu kan je hiervoor best wel weinig geld oefenen en je kan met een iPad ook aan de slag. Dus het is wat laagdrempelig geworden. Dat betekent dat eigenlijk iedereen hier aan de slag kan. Wat wil je hier later mee bereiken? Wat ik hiermee wil bereiken later, ik heb niet echt een vast doel ermee. Ik doe het meer als een hobby eigenlijk. Het is niet dat ik mijn werk ervan wil maken, maar
Ja, het was wel bijvoorbeeld een doelstelling van mezelf om dit jaar sowieso één keer ergens te draaien. En dat is nu gelukt, dus ja, ik doe het meer eigenlijk voor de leuk. Niet meer te sparen voor een DJ-set van 1000 euro, want dat is hartstikke veel geld natuurlijk. Dus dan kan je hier gewoon iedere donderdag bij mij oefenen of je kan op dinsdag hier vrij trainen en dat kost je maar een euro. Dus dat is een stuk goedkoper in het begin als je niet zeker weet of je dit wil gaan doen de rest van je leven. De Rotterdamse taal is natuurlijk kenmerkend voor deze prachtige stad. Vandaag gaan we de straat op om te ontdekken wat nou echt typisch de Rotterdamse taal is. Nou, daar gaat ie hoor. Gewoon niet zeiken, niet ouwe hoeren, gewoon aan je werk. De Rotterdamse R. Je hebt een lekker rollende R. Natuurlijk de natte T. Van Gozert, wat ben je aan het doen? Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Ja, als je die twee combineert, dan heb je eigenlijk al een typisch Rotterdamse accent. Tabby? Van Tabby gedaan dan? Of Tabby? Ja, wat Tabby. Ja. Dus. Wat vindt u nou de mooiste Rotterdamse uitspraak? Een bak zuipen. En dat is? Dat is een bakje koffie, hè? Een kopje koffie. Rotje knotje. Wat vindt u nou echt kenmerkend van de Rotterdamse taal? Nou, dat het direct is, hè? Dat het duidelijk is als je wat zegt. Dat ze het ook allemaal wel snappen, denk ik. Dat je gelijk weet wat ze bedoelen. Ja. Ik ben baas geweest in hier. En dan durven ze ook nog wel eens wat te zeggen dat je zou zeggen, nou dat gaat toch eigenlijk wel een beetje ver, maar dat accepteer je omdat de Rotterdammer was. Op Zuid wonen, dat is heel typisch voor de Rotterdamse taal. Kenmerken, nou de ei wordt vaak helemaal verbasterd ei. Dus de Feyenoord, dat Feyenoord. Ja, een beetje plat Rotterdams, kennen en zo, dat soort woorden, leggen. In plaats van liggen en zo, ja, dat is een beetje Rotterdams. Tegenwoordig zie je trouwens ook wel steeds meer straattaal opkomen onder jongeren hier. Dus dat is ook wel een beetje Rotterdams. Wat vindt u nou de mooiste Rotterdamse uitspraak? Niet lullen, maar poetsen. Dat staat ook vaak op t-shirts. Ja, dat zal, maar ik ben zo groot gebracht. Dus, Een mooi voorbeeld weet ik nog van uit mijn jeugd, dat mensen het over de markt hadden. Ja, alles over de markt, worden letters weggehouden, terwijl ik had geleerd dat het markt was. Ik ben ermee opgevoed. Ik weet niet beter dan Rotterdams. Nou, pleurt al lekker op. Ik ga toch lekker de kaleren.